Bert, anders je dan. Bert, ben je eindelijk weer op dat Prinses Irene Sportpark? Nou, dat heb je goed gezien natuurlijk. Vandaag trainen, het is een lange dag. Ik heb de training gekeken. En ja, ik zie, maar ja, dat zijn de trainingen. Ik zie altijd heerlijke dingen ook in die trainingen. Dat ik denk van, oh wat mooi, hè, gebeurde dat maar in de wedstrijd. Of dit, oh wat een mooi doelpunt, gebeurt dat maar in de wedstrijd. Maar we zijn hier voor een babbel. Ik praat met twee Haagenezen. Oh ja? Ja, niet de meeste, hè? Een beetje een nieuwe. En eentje die we heel goed kennen. Yo! Kijk mee. Nou, sta ik met de eerste Haagenees. Ik zei dat we twee Haagenezen hadden. Ik sta er als... ja, maat, er is even oneenigheid nog, of geen duidelijkheid, over je achternaam. Of het nou Weerman is of Weerman. Ja, ik zeg altijd Weerman. Weerman. Gewoon Weerman. Jordi Weerman. Bert, alles je dan. Nou ja, laten we het maar over het elftal hebben. We zijn niet zo gelukkig, maat. Nee, ja, ik op het moment ook niet. Nee. Als je ziet waar we natuurlijk staan op de ranglijst, ja, ik denk zwaar teleurstellend voor iedereen. Alleen we moeten ook natuurlijk het positieve proberen te blijven zien. Ook al is dat lastig voor iedereen die ADO een warm hart toewenst. Alleen ja, dus we moeten keihard blijven werken en hopen dat het snel positief en onze kant op gaat vallen. En je rol die je nu hebt. Ja, ik zag vandaag bij de training, jij zat bij het, laat ik het dan zeg maar niet de hesjes noemen. Dus bij, zeg maar het tweede gedeelte van het team. Maar die wonnen dik in de partij. Ja, klopt. Is dat een beetje dat jullie dan de jongens die zoals zeg maar, er niet in zitten in de basis, dat die dan de gram kunnen halen? Nou ja, of het geeft aan dat we op zich een goed elftal hebben. Dat het dicht bij elkaar ligt. Dat zou ik het ook bekijken. Maar ja, we hebben het dik gewonnen inderdaad. Ja. Ik hoop... Zo, mooie doelpunt, eigenlijk een beetje zoals de afgelopen wedstrijd van ons. Dat de tegenstander er zo snel doorheen liep. Zulke acties hadden jullie ook. Ja. Ja, echt. Want ja. Ik moet nog de namen van iedereen, en daarom noem ik iedereen maat. Ja. Maar die jongen die uit Nice komt. Die, ja, de Franse jongen. Ja, Thomas. Ja, maat, die maakt ook een waanzinnig doelpunt. Er zat geen ruimte meer tussen de keeper en de paal en dan kreeg hem er toch in. Dus ja, dat is toch een beetje dat gedrevene, omdat je... Ja, erin wil staan? Misschien wel, ja. Ik ben sowieso gedreven. Ik wil graag spelen. Ja. Ik heb natuurlijk een ongelukkige periode gehad met die, nou, rode, zo. Met die rode kaart. Dat is eigenlijk je hoogtepunt tot nu toe, of niet? Nou ja, ik heb nog ook mijn eigen niveau nog niet gehaald. Verre van. Ik kan veel beter en ik hoop dat snel te kunnen laten zien. Maar ik ben wel een jongen, denk ik, die er plezier in hebt. Want ik heb je nog niet één keer zo gereinig meegemaakt. Je loopt altijd te lachen en te dollen. Ja, dat is ook een beetje persoonlijkheid. Ja. Ik denk dat ik wel een nuchtere jongen ben. Ik probeer alles positief te benaderen, zoals ik al net zei. Alleen natuurlijk knaagt het wel aan me dat ik niet speel. En dat ik afgelopen vrijdag 3-0 in de rust achter. Ja. Dan zit je op die bank en dan zit je wel te verbijten. Dat je denkt van, ja, ik kan voor mijn gevoel gewoon nog wat bijdragen in het elftal om resultaat te halen. Ja. En ja, helaas 90 minuten op de bank gebleven. Ja. Dus hopelijk vrijdag een beetje minuten. Ja, want gaan we het hebben over Eindhoven. Je ziet ons altijd bij de training zitten. Daar zijn allemaal specialisten natuurlijk. Zijn in principe allemaal bondscoaches ook en gewone trainers. Maar die zeggen van, nou, we maken wel kans tegen Eindhoven. Want dat is een aanvallende ploeg. Ja, we hebben bewezen natuurlijk dat wij in de counter best wel gevaarlijk kunnen zijn. We hebben rappe gasten voorin. Ja. Aanspelpunt met Thomas. Ja, ik denk zeker dat de mogelijkheden liggen. En sowieso denk ik dat wij in principe tegen iedereen een goede kans maken. Is het niet dat we ze moeten winnen? Ja. Nou ja, het is riskant natuurlijk om te zeggen, als je zulke partijen op de mat hebt gelegd als team zijnde, waarin je gewoon eigenlijk ook sommige wedstrijden kansloos eraf gaat. Ja. Maar ja, zeker positief blijven. En ik denk zeker dat we die gasten pijn kunnen doen. Verandert volgens mij weinig in het elftal, hè? Ja, je mag niks zeggen over de opstelling, maar wat ik het idee heb, verandert er weinig nog. Nou ja, de partijen hebben we natuurlijk net gespeeld. Het is niet alleszeggend. Nee. Maar ja, ik denk dat de trainer wel sowieso vast wil houden aan een bepaalde kern. Ja. En misschien dat hij kleine aanpassingen gaat doen. Maar dat weten wij meestal pas de dag voor de wedstrijd. En vandaag is het vooral tactisch. En het werd, als je goed op heeft gelet, zagen ook jongens wisselen. Ja. Die op verschillende posities kunnen. Ja, ik zag het ook. Ja. Om, ja, iedereen moet duidelijk hebben, als hij erin komt of als hij in de basis staat, dat hij weet waar hij aan toe is. Oké. Wat is nou nog het hoogst haalbare voor ons supporters, voor jou, bij ADO Den Haag dit seizoen? Ja, dat is natuurlijk een hele riskante vraag of antwoord wat ik ga geven. Ja. Ja, ik ben, wat ik al zei, nogmaals positief. Ik denk, een periodetitel, waarom niet? Ja. Het is vorig jaar, nou ja, deed ADO het fantastisch natuurlijk in de eerste periode te pakken.
Ja, ik denk dat we ons daar sowieso op moeten focussen. Ja. En ja, die play-offs, het seizoen is nog lang. Ja. En wat ik zeg, mij doet het ook pijn als ik ADO zie verliezen. Ja. Of, en ja, nu ben ik er onderdeel van. Ja. Dus is dat nog dubbel erg. Maar ja, ik denk zeker nog dat wij gewoon nog veel, veel plekken kunnen klimmen op de ranglijst. Alleen ja, het geluk hebben we ook misschien niet mee. We dwingen ook niet genoeg af. Daar ben ik ook mee eens. Nee. Ik denk dat er veel meer uit te halen valt in, met de kwaliteiten die we hebben. Dus ik ben zeker wel van overtuigd dat wij dat het streven de play-offs is. En vanuit daar kijken wat er... Wat er nog meer mogelijk is. Wat het er mogelijk is, ja. Ja, maat. En dan maar hopen dat we weer heel veel... maar ik hoop niet dat we de hele interview daarnaast hebben gestaan. Maar anders zie je alleen de voorkant. Hè? Maar hier zit ook een achterkant dan. Ik hoop dat we een goede reeks neer gaan zetten. Dan kan ik de volgende keer, als ik met je praat, over die goede reeks hebben. Ja, ik hoop het. En een volle bak met alle supporters er weer bij. Want ja, dat is wel een ramp, hè, dat ze niet allemaal mogen. Dat klaagt ook aan mij inderdaad. Ja, als ik weet wat voor sfeer er kan zijn in het stadion. Niet dat de sfeer er niet is. Alleen ik weet gewoon een goed gevuld stadion in Den Haag. Ja. Dat is voor de tegenstander ook niet lekker binnenkomen. Hoor. En het is ook een beetje... Ja, ik weet niet of je dat discriminatie moet noemen. Maar ik mag er wel in. Ik heb een seizoenkaart. Ja. Maar een clubkaart houden... Die mag er niet in, terwijl ze daar ook een foto van hebben. En dan hebben ze ook de naam en het adres van. Maar ja, goed, daar is al zoveel over gezegd. Ja. We hopen dat het weer heel snel met z'n allen... Dan gaan we knallen natuurlijk. Hè? Zeker weten. Oké, okay, maar thanks. Ja, thanks. Twee dagen deze natuurlijk. Thomas zelf. Hey maat, hoe is het? Nou ja, kan beter natuurlijk. Maar hopelijk komt dat snel. Ja, nee, maar met jou? Met mezelf gaat het goed. Ja, tuurlijk. Okay, maar. Maat, ja. Wat een verschil eigenlijk, hè? Met vorig jaar. Dat we verloren we er ook wel eens heen, maar dat zo moeilijk gaat nou. Ja, nou ja, 100% met je eens. Het gaat allemaal niet vanzelf nou. We moeten keihard werken elke week om resultaat te halen. En vorig jaar ging het iets makkelijker. Ja, maar dan krijgen we Eindhoven. Laten we het daarover hebben. Aanvallende ploeg, dan maken we kans. Ja, dat hoor ik de specialisten zeggen, hè? Dat zijn aanvallende ploeg zijn. Nee, ja, dat Eindhoven is aanvallende ploeg. Ja, die hebben beter. Ja, klopt. Nou, die hebben wel 5 man achterop, maar wel wat hogere backs. Dus het is een iets ander systeem. Kijk jij af en toe of we er allebei nog in staan? Ja, we staan. Okay. We staan. Nee. Iets ander systeem? Iets ander systeem. En zij kunnen aanvallend worden. Maar het is ook wel een hele heel gesloten ploeg, denk ik. Ja. Dus we moeten niet in het harnas lopen om in het mes te lopen. Om te hoog te gaan spelen tegen hun, want dan ga je wel geslachtofferd worden in je rug. Dus het is een beetje... Is het niet zo dat wij misschien een te ingewikkeld systeem willen spelen? Ja, dat weet ik niet, maar je moet... Als ik kijk naar zeg maar die tweede helft Zwolle, toen gingen jullie volgens mij een 1-op-1 spelen. Ja. En ja, hebben we natuurlijk mazzel met dat eigen goal, maar dat dwing je wel af dan. Ja, nee, klopt. Ja, dat was echt een beetje kamikaze. Of zij zouden scoren of wij. Ja. En nu kom je ook wel een beetje in dat 1-1 hoe wij nu willen spelen, hoor. Dus het is gewoon mannetje uitschakelen. Ja, vandaag hebben jullie 11-11 gespeeld. Hoe kan dat dan, maat? Dat de reserves dan winnen van jullie? Ja, maar dat is ook omdat je bent aan het fijn-tunen. Hun zijn natuurlijk onwaars gegeten. Die zijn wel voor hun is het gewoon de wedstrijd, weet je wel. Ja, zij willen natuurlijk ook laten zien dat zij moeten spelen. Dus klopt. Dus we hebben nog een dag om dat helemaal goed weg te zetten. Hoe vind je dat niet alle supporters erbij kunnen zijn, iedere keer? Ja, dat is verschrikkelijk. Ik snap het zelf ook niet, hoor. Maar, ik zeg het net tegen Weerman. Ik zeg, ik heb een seizoenkaart. Ja. Dus ik mag erin. Maar heb je een clubkaart? Dan mag het er niet. Dan mag het niet, maar dan heb je net zoveel informatie. Ja. Ook je naam en adres, weet ik allemaal niet. Nou ja, klopt. Ik hoor het ook. Maar dat is de burgemeester, hè? Want iedereen denkt dat het de club is. Ja. Maar dat is natuurlijk de driehoek die dat niet wil. Nou ja, klopt. Ja, ik hoor het ook. En heel veel mensen in mijn omgeving die gaan ook niet. En mensen die zelfs een seizoenkaart hebben, die denken ook, ik ga niet meer. Dus dat is even heel vervelend allemaal. En daar moeten we toch uit zien te komen. Want ik denk dat wij dit jaar zeker alle steun kunnen gebruiken. Ja, dat vind ik ook, maat. Want we gunnen het elkaar. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Wij willen ook voor iedereen punten pakken en bovenin spelen. Net zo jaar als vorig jaar, alleen dan natuurlijk wel met een beter einde. Ja. Maar als dan, want dat heb ik dan ook vernomen. Dat jullie met je warming-up, ik noem geen namen, maar dat jullie met de warming-up bezig zijn.
En dan gebeurt er iets. Een bal schiet van een speler zijn voet af of zo. En dan wordt hij helemaal verrot gescholden vanaf de tribune. Ik hoop dat jullie dat niet horen. Ja, dat hoor je wel. Tuurlijk hoor je dat. Ja. Maar dat... Voetbalsemotie, weet je. Ik ben daar heel makkelijk in. Maar voor de wedstrijd, je warming up, dan moet je toch, tenminste heb ik altijd het vermoeden van, achter je team gaan staan. Ja, tuurlijk wel. Maar we zijn Haagenezen toch, je weet hoe we zijn. En ik vind het dat het een beetje erbij uit. Mensen zijn gewoon kritisch nu. En bij ADO's het wat sneller dan dat je bij Excelsior een bal naschiet. Ik heb wel eens meer gehad, want nou is het weer, de mensen die ik tegenkom, gaan niet best met je clubje. Nee. Maar als jullie winnen, zoals we de play-off zaten, dan was het gaat goed met onze club, hè? Ja, dat heb ik ook overal natuurlijk. Dus vorig jaar was het overal waar ik kwam, was het mooi. En nu krijg je steeds vragen en hoort erbij. Maar het enige wat ik meegegeven, ik hoop dat je een beetje bediend wordt vanaf de zijkanten. Ja. Want dan ben je op het sterkst. Niet als jij op dat middenveld moet gaan die bal halen. Nou ja, klopt. Ik hoop het ook. Ik hoop dat wij weer ons eigen spel kunnen spelen en dat ik weer wat goals ga maken. Oké, maar top. Yes, thanks. Yes. Nou, dit was weer het Addo-journaal natuurlijk. We hebben gebabbeld met twee Haagenezen. Ik kan wel zeggen van Bert kapt er helemaal mee, maar ik kap er never nooit niet mee. Alleen ik heb natuurlijk niet zo veel zin om, dan moet ik met de trainer of met die spelers gaan praten als we het niet zo best doen. Dus ik hoop dat we het weer heel goed gaan doen. Zie je mij weer elke week. Dit was het Addo-journaal. Laters!